Vanaf 1 mei 2012 gaat het toegangsbeleid voor de coffeeshops in Nederland en dus ook in Maastricht veranderen. Twee extra criteria worden eraan toegevoegd. Op de eerste plaats zullen de coffeeshops alleen nog maar toegankelijk zijn voor mensen die in Nederland ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Op de tweede plaats is het zo dat er een ledenadministratie bijgehouden gaat worden door de coffeeshop-eigenaren. Dat betekent dat u altijd uw identiteitskaart bij u moet hebben en eenmaal de uittreksel uit het bevolkingsregister moet inleveren bij de eigenaar van de coffeeshop. Waarom verandert het beleid in Nederland en heel specifiek in Maastricht? Omdat we veel te veel overlast hebben. De mensen in Maastricht, zowel de binnenstad als de buitenwijken, klagen steen en been over de drugsoverlast en de drugscriminaliteit. En daar gaat met deze maatregelen een einde aan komen. Iedereen die na 1 mei 2012 deze regels gaat overtreden, kan erop rekenen dat politie, openbaar ministerie en gemeente hier bovenop gaan zitten. En niet alleen aan de Nederlandse kant, ook de buitenlandse politie zal ons hiermee helpen. Wij willen graag dat Maastricht veiliger en schoner gaat worden. Dat betekent dat de illegale bezoekers, maar ook de drugsrunners en de drugsdealers stevig aangepakt gaan worden. Kortom, woont u in het buitenland, dan heeft een ritje naar Maastricht geen zin meer. U komt de coffeeshop vanaf 1 mei niet meer in.